ik ben hier vandaag op de Borgmansschool, Vinkenstraat. En ik mocht vanochtend bij juf Petra in de klas, in het kader van Dag van de Leraar, mocht ik even groep 3 lesgeven. Ja, het is heel bijzonder om in de rol van de leraar te kruipen. Ik vond het ook wel spannend. Ik heb geen onderwijservaring. En ja, uiteindelijk, het is gewoon ontzettend leuk. Ik denk dat het prachtig werk is, dat weet ik zeker. Het is ook echt werk om respect voor te hebben, zeker, ja. Als je ooit voor de klas hebt gestaan, dan hou je dat gevoel. En op het moment dat je er dan weer staat, dan krijg je ook meteen weer die houding en de lol. Je ziet dezelfde soort leerlingen. Je ziet de dingen in de klas gebeuren die je, nou ja, echt kent van dat je zelf die jaren daarvoor stond. Dus nee, dat was echt leuk. Was echt leuk. Ik vind de Dag van de Leraar ontzettend belangrijk. Eén keer per jaar even expliciet aandacht besteden voor het vak van leraar, voor het beroep van leraar. Ik vind het ontzettend belangrijk. De Dag van de Leraar is erkenning, maar je moet er zoveel respect voor hebben. Wat ze hier doen, hoe ze met die kinderen omgaan en hoe ze ze ook verder brengen. Ja, daar kan ik alleen maar enthousiast over zijn. De Dag van de Leraar om naar de scholen toe te gaan, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Hè? Je hoort ook heel vaak dat het bestuur een beetje boven daar zit. Die is wel met het onderwijs bezig, maar daar vind je eigenlijk op de werkvloer ook niet zoveel van, hoor je niet zoveel over. Dus ik denk dat het wel goed is om ook de school in te gaan en om te kijken van hoe het onderwijs gegeven wordt. Maar ook wat de leerlingen vinden van het onderwijs wat ze krijgen.